goed hidden, Hidde Jurjes. Was je maar aanvaller geworden? Ja, dit is wat ik zeg, dit is het lot van een keeper. In de eerste helft doe ik het niet goed en dan krijg ik een goal tegen gelijk. Dus daar ben ik zelf gewoon heel ziek van, want dat was mijn stukje verantwoordelijkheid wat ik vandaag had moeten nemen en dat is niet gelukt. Je houdt Roda vlak voor rust nog met een hele mooie redding in de wedstrijd. Maar die foutjes, dat is eigenlijk iets van de laatste weken. Je speelt eigenlijk 8 maanden een superseizoen en dan de laatste maand stort het in. Hoe kan dat, vraagt iedereen zich af. Ja, weet ik ook niet. Slecht getimed sowieso. Ik bedoel, ik had liever dan wat slechter begonnen. Ja, ik heb de laatste 3-4 weken gewoon fouten gemaakt. En daar ben ik zelf... deze is veruit de ergste. Ja, in de zin van, het is gewoon een nachtmerrie waar ik nog in zit. Dat dit gebeurd is. En ik weet het niet voor de rest. Ja. De aanvallers missen veel kansen. Maar iedereen kijkt dan toch naar jou, hè, met die goal. Ja. Hoe is dat in de kleedkamer? Nee, ja, niet zo. Ik denk dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft in een team. Ik heb de verantwoordelijkheid om dat bij die tegengoal beter te doen. En dat is gewoon dramatisch. En die andere jongens die balen denk ik ook, want we hadden gewoon moeten scoren. Maar dan komt die bal. Hè? Iedereen zag het vanaf de tribune. Het was een hele vervelende hoge bal. Die werd afgeketst, die gaat de lucht in. Wat gebeurt er dan op het moment dat jij hem ziet komen? Want je lijkt een beetje te twijfelen, maar kan hij niet goed inschatten. Hoe zie jij die situatie? Ja, het is lastig. Hij schiet echt... zo hoog heb ik hem het hele seizoen nog niet gezien, die bal. Ja, en dan moet je een keuze maken of vangen of stompen. En misschien in een betere vorm had ik hem gewoon gevangen. Alleen nu dacht ik voor zekerheid te gaan en hem te stompen. Maar slechte keus. Ik stomp hem de verkeerde kant op. En die zekerheid die je dan mist, is dan toch ook een beetje de vertaling van de laatste weken? Ja, dat denk ik wel. Ja. En het feit dat Jack de Gier zegt van laat die Jurjes nog maar wat ballen vangen, heeft dat meegespeeld? Oh, dat heb ik niet gezien. Wat zei hij dan? Ja, na vorige wedstrijd. Kijken we wel even vooruit naar volgend jaar. Je wilde eigenlijk graag bij Roda blijven. Nog altijd? Nou ja, het is gewoon een andere situatie nu voor iedereen. Maar ja, ik moet eerst zeggen dat dit einde wel kloot is voor mij. En ook voor de supporters, wat natuurlijk schade oplevert in die relatie. En, we zien het wel. En we zien het wel is, ik wil misschien niet bij Roda blijven. Nou ja, weet je, als voetballer ben je gewoon handel soms. En je moet maar kijken waar je... wat er van komt. Ik bedoel, ik sta bij PSV in een contract en ik moet nu ook geen domme dingen over zeggen trouwens, maar ik weet het niet, ik zie het wel. Ja, geen idee.